parlementaire oppositionele partijen hebben op het presidentieel paleis hun opwachting gemaakt bij president Desiré Bouterse. Het staatshoofd maakte namelijk op donderdag 2 januari een aanvang met de informatiesessies waarbij politieke organisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen geïnformeerd worden over het voor- en natraject betreffende de overname van de Afobakka-stuwdam. U hoort vertegenwoordigers van de VHP, ABOP, PL en DOE. Nou, we zijn blij. We zijn als partij uitgenodigd door de president. We hebben een brief ontvangen. Dat was, als ik het goed heb, op 31 december. En als partij zijn we bijeengekomen om over de inhoud van de brief te praten en hoe we dat zouden afhandelen. En we hebben besluit genomen om als delegatie dus toch op de uitnodiging in te gaan. Dat de instituut-president uitnodigt, dus dan moet je toch aanwezig zijn om te kijken van wat de zaken zijn die besproken zullen worden. En het was in de uitnodiging aangegeven dat het zou gaan om informatieverschaffing met betrekking tot de overdracht van de Afobakka-dam. En nu dus het natraject, hoe dat verder ontwikkeld zou moeten worden. Ja, hij was er blij mee. Hij zegt in zijn eigen woorden van in een kankonja dat was aan de tapati en in de mantakking. Hij heeft daarvoor bedankt en we hopen dat er in deze situatie verbetering komt en dat als wij deskundige dingen aandragen, dat wij daarover kunnen praten en dat die meegenomen worden. Ja, de bedoeling van de gesprekken is om eigenlijk de maatschappelijke groepen, zeg maar maatschappelijk middenveld, te informeren over het natraject en de discussie welke nog moeten volgen over nadat de dam in eigen beheer is. We zijn begonnen met de politieke partijen. We zullen de komende dagen zeker doorgaan met alle maatschappelijke groeperingen om te informeren, maar zeker ook wel voor te bereiden op het natraject. Want er is een hele discussie vooraf gegaan aan de overname van de dam. Breed in het parlement, daarbuiten, iedereen heeft iets te zeggen gehad erover. En uiteindelijk, als het een feit is, moeten we natuurlijk vanuit dit moment kijken hoe wij verder zullen gaan, omdat het toch wel een grote nationaal belang dient. Wij van de partij hebben ook kritisch gekeken naar de overeenkomsten die gemaakt waren in concept. En daarop hebben we onze reactie gegeven van kijk wat beter zou kunnen gaan. Ik heb net van de minister en ook van de president begrepen dat alle bijdragen die wij geleverd hebben, niet wij alleen, maar ook andere organisaties en politieke organisaties, dat allemaal goed bekeken is, meegenomen is waar het mogelijk was. Dus we kijken uit naar nu dat het feit is, alle stukken zijn getekend, kijken we naar de juiste uitvoering van die overeenkomsten die getekend zijn. De partij heeft altijd ondersteund op verzoek vanaf het begin met de FEP, met alles wat aan ons gevraagd werd. We hebben enorme tijden achter de rug gehad om dingen te bestuderen, om met een goed beslagen stuk op tafel te komen. Nou, natrek houdt in dat nadat we de consultatie dan hebben gehouden, dat we sowieso de relevante zaken gaan meenemen voor de vervolgdiscussies. Wat van belang is dat daar de dam nu in Surinaamse handen is, dat wij de hele energiesector gaan moeten gaan evalueren. In principe trek is daar ingezet. Ondertussen hebben we onze energieautoriteit Suriname. Wetgeving is afgekondigd. Dus op basis daarvan zullen we even nagaan hoe passen we allemaal in het beleid. De energiesector is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van het land. Naast het menselijk kapitaal, menselijk hulpbron waarin je investeert, is de energiesector heel erg belangrijk. Ik ben heel blij dat wij de dam hebben gehad. Nu in Surinaamse handen, het is onze eigen dam nu geworden. U weet dat energie de basis is voor ontwikkeling. En wanneer je dat in handen hebt, dat je je mensen meer kan bereiken. Belangrijk is, wat die mensen niet wisten, is dat men elke maand miljoenen moet betalen aan Suralco. En dat wist ik niet. En pas toen de discussie was in het parlement, hebben die mensen ons uitgelegd van elke jaar die we langer wachten om het over te nemen, verliezen wij geld, betalen we miljoenen. En kijk, daar was voor mij op het laatste moment
hebben we nu om het over te nemen, moeten we gewoon dit zoveel miljoen betalen. Dus we zijn nu vrij van betalen. Dus wat moet gebeuren is dat de regering een zodanig plan maakt dat de dam al van ons is. Ik heb die vraag ook gesteld. Krijgen we nu goedkopere energie of wordt energie duurder voor ons? Maar als je naar de realiteit kijkt, dan weet je dat Suriname heel ver beneden de andere landen zitten wat betreft per kilo wat betalen. En dat zie ik dat Suriname aan de lagere kant zit. En natuurlijk gaat de regering haar eigen maatregelen moeten treffen. Maar in ieder geval, de sociale zwakkeren moeten we rekening houden hoe we met die mensen gaan omgaan. Maar in ieder geval, ik vind het heel een geweldige zaak. U heeft de vraag gesteld als energie duurder wordt. En wat was het antwoord op die vraag? Nou, ik heb niet concreet antwoord gekregen hoor. Ze hebben gezegd van, ja, precies wat ik heb gezegd, er komt een evaluatie. En dan zal de deskundige dan kan kijken of, maar natuurlijk gaat de sociale zwakkeren, kan men daar rekening houden, dat heeft de president wel gezegd. Ze gaan rekening houden met de sociaal zwakkeren, maar ze gaan eerst alles heel correct onderzoeken en dan gaan ze kijken. En wat is de bijdrage van de ABO bij dit alles? Nou, kijk, ik kan niet zeggen dat de ABO bijdrage heeft geleverd. Kijk, ik zit in de oppositie, natuurlijk. Maar wanneer iets een nationaal karakter heeft, dan ben ik altijd nationaal. U weet het. En ik vind, toen de uitleg kwam van dat we elke maand zoveel miljoen moeten betalen, heb ik gezegd, liever nu dan morgen dat we overnemen. En ik ben blij dat vandaag het een feit is. Dus is dat geheel achter de overname? Natuurlijk. We moeten staan. Hoe je het keert of draait, zouden we moeten overnemen na het einde van de contract, van die overeenkomst, zouden we moeten overnemen. En dat betekent dat al die jaren dat je zoveel miljoenen nog zou betalen. En nu hoeven we niet meer te betalen. We vroegen, weet je, van naar het subsidiebeleid, we vroegen naar in welke mate, weet je, van prijstarieven, de tarieven, de energietarieven, of die zullen worden veranderd, of die worden aangepast. Ja, en wat nou precies de overdracht betekent, want er is aangegeven van staatsolie, krijgt het beheer over de afvalbakadam. Dat betekent staatsolie levert energie aan EBS, beide zijn staatsbedrijven. En je weet ook, weet je, dat staatsolie ook een energie levert, in de zin van fossiele brandstof, ook aan EBS. Hoe staat het daarmee? Daar werd er dan even werd verteld van dat het nog in een fase is van hoe ze dat gaan aanpakken. Wij gaan dan de partijleiding informeren over het gesprek van vandaag met de president. En ook, het is, wij gaan ervan uit, het is een nationaal ding. Formeel is het in de boezem van de staat geworden. En wij moeten als Surinamers zijn ook daarvoor verantwoordelijk zijn, gesteld worden. Dus wij gaan de partij hieromtrent verder informeren. Eerst, want het kan niet zo zijn dat we alle informatie aan jullie gaan doorgeven, terwijl wij onze partijleiding nog niet hebben geïnformeerd. En wat is de bijdrage, of wat zal de bijdrage van met name de PL zijn bij de uitvoering van dit alles? Dat zal binnenskamers besproken worden en dan kunnen we dan met we hebben onze vraag gesteld, antwoorden gehad. En het besluit zal zeker binnen de partij genomen worden, hoe verder. En dat gaat terug gezien worden in onze partijprogramma ook. Wil je de gezondheidszorg verder ontwikkelen, waarbij je ziekenhuizen hebt, laboratorium, topkwaliteit medische apparatuur, heb je energie voor nodig. Wil je die onderwijspoot gaan ontwikkelen, waarbij je scholen wil hebben, goede kwaliteit internet, high-tech, faciliteiten, heb je energie voor nodig. Wil je de productiesector gaan ontwikkelen, fabrieken opzetten, raffinaderijen opzetten, je hebt energie voor nodig. En het is heel erg belangrijk om onafhankelijk te zijn in je energiesector. Als land is dat cruciaal voor de ontwikkeling. Al de middelen die wij de afgelopen jaren hebben betaald, die zullen in het land blijven, omdat het een eigen beheer is, maar zeker ook wel lange termijn visie, het beleid met betrekking tot de energiesector kunnen we verbeteren en gebalanceerde discussie voeren om daar vorm en inhoud aan te geven. Op de vraag van of we content zijn met de overdracht,
Dat zijn we helemaal, omdat het een Surinaams bezit. Vooral het argument is aangedragen, weet je, van dat we in principe Suralco of Alcoa hebben gesubsidieerd. In principe, want we betalen te veel energie. Dus uit de monden van de minister zei je dat. Weet je, en dat voor ons een voordeel, althans voor de staat Suriname, zou dat een voordeel moeten zijn. En als het inderdaad zo is, weet je, van dat we dan een Suralco of Alcoa moeten subsidiëren en dat komt weg te vallen, dan is dat een pluspunt. We zijn blij, maar toch met gemengde gevoelens dat de dam in Surinaams bezit is. Omdat het proces zoals dingen zich hebben voorgedaan, dat heel proces is, u kent het standpunt van onze fractie in de Nationale Assemblée, van de partij zelf, dat we het proces zoals het is verlopen dus niet kies vinden. Het kan beter, zeggen wij. De laatste horde die is genomen in deze, in dit kader waarbij een lening is gedaan van $120 miljoen, hebben we ook de stelling van waarom hebben we dat niet beter kunnen uitspreiden? Waarom hebben we dus in feite niet met de Alcoa die jarenlang, honderden, in feite bijna 100 jaar in Suriname is geweest, geen betere deals hebben kunnen sluiten. Dus dat zijn een paar zaken die ons bezighouden. Wat ons ook heeft bezighouden is natuurlijk, er wordt gesproken over een situatie van Suriname bespaart enerzijds om en bij bijna $70 miljoen. Maar wat als we dus dat zo benaderen, dan is dat waar. Maar aan de andere kant moeten we een lening aflossen waarbij dus de inkomsten van Suriname vanuit de staatsolie dividenden, die worden weggenomen in feite. Dus je verlicht aan de ene kant, maar die druk is aan de andere kant. Dus men moet ons heel goed uitkomen leggen wat de deal is die is gemaakt in het kader van deze lening. Maar ook de overname. Nogmaals zeg ik, het is een goede zaak dat we die dam in eigen handen hebben. Maar je neemt iets in eigen handen, maar het moet niet gaan om het overnemen. Het moet gaan dat het voordelen voor het land oplevert. En dan moeten we in ieder geval er naartoe hebben gewerkt. Ja? Zodanig dat het in feite die druk op onze weinige en precaire middelen, dat die druk niet opgevoerd wordt. Dus dat is ons uitgangspunt. U heeft een aantal zaken aangehaald die meer uitgewerkt moeten worden. Wat zal de bijdrage van uw politieke organisatie zijn ter ondersteuning hiervan? Nogmaals, wij hebben altijd een visie over hoe wij met zaken omgaan wanneer het gaat om nationaal belang. En onze bijdrage zullen we altijd leveren. Dat hebben we altijd gedaan in de vorm van ons parlementariër, de heer Karel Breeveld. Dus die voeding ontvangt hij continu. Dus hij staat niet in zijn eentje. Onze zienswijze wordt verder gekanaliseerd. Maar ook als er aan de partij zaken wordt gevraagd, onze visie over andere zaken aangaande dus deze overname, dan zullen we ook onze visie daarover geven en onze bijdrage daaraan leveren. De infosessie is geweest. Wat is het vervolgtraject voor uw organisatie? Voor ons is het natuurlijk nog koffiedik kijken om te weten wat het vervolgtraject is. Voor ons is duidelijk dus dat nog niet alles in kannen en kruiken is. Er is een overname gedaan, maar er zijn een aantal dingen dus die nog in feite vanuit de regering vorm moeten krijgen. En dan kunnen we weer stellen van dat had van tevoren gedaan moeten worden. Omdat je weet van dat je dus er naartoe werkt om de dam in handen te krijgen. En de details erachter moet je in place hebben. Nogmaals, het is een gegeven het is een toevallige regering. Dus die dit heeft bewerkstelligd. Nu rust het aan ons als Surinamer om na te gaan. Hoe kunnen we dit tot een goed einde brengen en voor Suriname voordelig? In ieder geval, de opwekking, distributie van energie, betaalbare energie, is in ons eigen handen. Het is van Suriname nu, het is in handen van de Surinaamse overheid. Als ik eerder zei, de ontwikkeling van land moet je energie, je moet kunnen plannen daarop. Woningbouwprojecten moet je voorzien van elektriciteit, stroom, betaalbaar stroom. Wat wij nu beter kunnen inschatten,
is in ieder geval op lang termijn de planning die we kunnen maken om hier een invulling te geven. Natuurlijk is de vraag vanuit de kleine man, wordt het goedkoper? Dat zou je niet zonder meer nu kunnen aangeven, omdat het toch wel van belang is dat we moeten vaststellen welke tarief we gaan hanteren. We hebben nu een dam, elektriciteit wordt opgewekt vanuit de Afanbakke Hydrodam, relatief goedkoop, maar we hebben nog steeds onze energiebedrijf EBS, welke fossiele brandstof diesel gebruikt om energie op te wekken. Er is een verschil in die twee prijzen voor opwekking, dus je gaat twee prijzen moeten hanteren. Waarmee we nu bezig zullen zijn als regering is daadwerkelijk een gedegen calculatie maken, een goede analyse maken om van daaruit te bepalen. Het is natuurlijk het idee van de regering dat energie altijd toegankelijk en betaalbaar blijft voor de gemiddelde burger. Maar tegelijkertijd moet ook de regering kijken naar het budget welke we uitgeven om elektriciteit te subsidiëren. Op een gegeven moment gaan we naar een stukje ontwikkel- en volwassen structuur moeten gaan, waarbij je daadwerkelijk gaat subsidiëren de mensen die het hard nodig hebben en zij die het kunnen permitteren, daadwerkelijk het bedrag kunnen betalen waarvoor energie wordt geleverd. Als we kijken in de regio, is Suriname relatief goedkoper. We hoeven niet eens ver te gaan. Onze buurland Guyana die levert voor $38 per kilowattuur. Dat is significant om te vergelijken met Suriname. Maar in ieder geval moet het betaalbaar blijven, toegankelijk blijven en gegarandeerd op lang termijn dat we gerust de ontwikkeling van ons land ter hand kunnen nemen.